De sfeer is duidelijk aanwezig op de tribune. Verder weinig toeschouwers aan de overkant. Bakkenes. Roy Bakkenes. Marcus Dila natuurlijk ook voorin. Met zijn lengte. Is de doelpoging van Sparta Nijkerk. Ik denk dat het de laat was, maar ik weet het niet helemaal zeker. Nee, Mark van der Weijden. Ja, is de spits. Okay. Het zal best wel wat concurrentie hebben, denk ik, voorin bij Sparta Nijkerk. Goede dribbel dit van El Ghazouani. Aan de andere kant bij Huizing is te veel ruimte. Speelt Mike Aris in. Goede kap. Bal is nog voor Sparta Nijkerk. 1-2. En die valt niet binnen. DVS heel veel mazzel. Van de lijn afgehaald door Joël van Blerk. Bal richting de penaltystip van Hilte. Bal blijft hangen. Nog steeds blijft hij hangen. En het is Marciano van Leijhorst. Die DVS op de 1-0 zet in de 26e minuut. Bal blijft een beetje hangen van die corner van Stef Nijland. Het was eerst, denk ik, Nicky van Hilte die samen met Sam de Wit de bal richting goal speelde. En uiteindelijk valt hij voor de voeten van een centrale verdediger. En maakt de belangrijke 1-0 voor de Ermeloers. Maarten van Dijk nu vrij zoeken. Stef Nijland. Die kan misschien wat creëren. 1-2'tje met Roemion. Nee, hij komt er nog niet. Bal is nu bij Owen Muller. De 16 in. Joël van Blerk. Bal strak voor de goal langs. Voetzoekertje. Ja, je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. En het is een doelpunt. Ja, maakt bijna niet uit wie er tegenaan loopt. El Ghazouani. Heel veel ruimte in de as. Buitenhuis. Ziet hij dat? Ja, dat helemaal vrij. Buitenhuis, ja. Nou, echt 100% kans. Metertje of 18. Ja, 10 centimeter boven de goal. Precies. Goeie bal van Mike Arends, die buitenhuis helemaal vrij zag staan. Maar zo halverwege de competitie bijna, Piet, hebben we niet echt een duidelijke... we hebben Harkema staat bovenaan, maar het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 14. DVS is 13 punten. Ja. Kan Roemion erbij? Roemion! Ja! Ja! Nee! Ja! Nee, Piet. Toch een overtreding van Benjamin Roemion. Ik denk dat er... dat hij een hoop gezeur had gekregen. We zijn weer begonnen. Lange bal van Maki Zodila. Iets te lang. Gedragen door de wind. Nu Roland Baas. Ja. Nou. De bal nog. Valt hij nog binnen? Buiten spel. Ja, daar komen ze toch door. Sparta Nijkerk. Geen dat zag de link uit. Bakkenes. El Ghazouani. Is net te laat van Blerk. Goeie actie. Voorzet, daar komt hij. Dat is hem. Ja, dat is hem. Was een prachtige voorzet, Omar El Ghazouani. We kennen hem nog van vorig seizoen. Frank Olijven. Kan hij daar nog bij? Ja, daar gaat hij weer. El Ghazouani. Die gaat zelf. Penalty. In het voordeel van Sparta Nijkerk. Net op het moment dat El Ghazouani wilde uithalen, kwam er een voetje van een DVS'er achter hem. En zo heeft Sparta Nijkerk de kans om 2-1 te maken hier. Komt-ie. Aanloop. Schot. En ja hoor, 2-1. In het voordeel van Sparta Nijkerk. Paal richting Baas. Prachtige paas. Roland Baas. Nou, Stef Nijland. Oh nee, ook dat nog.
prachtige aanval. Ja, tergend langzaam valt hij naast de paal. Buitenhuis. Nee, Van der Weijden was het, denk ik. El Ghazouani. Prachtig paasje. En dat heb je hem weer. Van der Weijden. En natuurlijk opgezet door Omar El Ghazouani. Nu bal bij Van Hilton. Kan hem gaan inbrengen richting Krauten. Bal lastig. Nou, en die prachtig doelpunt. Binnen, knap doelpunt. Sam Krauten. Eerste balcontact. Heerlijk. Ruimte is er voor Van Hilton. Brengt hem in. Tweede paal. Kan DVS erbij komen. Ibrahim, bal. Oeh, aan iedereen voorbij. Dat zou lekker zijn. Maar ja, na de wedstrijd DVS Sparta Nijkerk, Patrick Loenen. Ja, we geven hem eigenlijk, denk ik, na de rust in 10 minuten weg. Ja. Ja, ik lach wel, maar dan komt net de microfoon uit. Stond, ja, voor de kijkers, we hebben hem al de tweede keer dat we dit opnemen, omdat het geluid even niet deed. Maar ja, we verliezen een tweede helft in een minuut of 10. Goede eerste helft, 1-0 voorsprong. En dan een paar momenten dat we eigenlijk niet thuisgeven, denk ik. Ja, ja, moet ik eraan toevoegen. Ja, dat trainen moeten worden. Ja, maar wel een wedstrijd vandaag met veel inzet, veel beleving. Ja, hoe heb jij dat vanaf de kant beleefd? Ja, maar dat vind ik de laatste 4-5 weken al. En dan wonnen we niet altijd. Maar vond ik hetzelfde. En dat was vandaag ook te verwachten. De tegenstander brengt iets met zich mee. Het is een derby. Proef je aan alles. Maar daar handelen we ook naar. De eerste helft prima helft. En er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. En die 1-1 komt een beetje uit de lucht vallen. Maar het is ook geen pech. Mm-hmm. Ja, bij de eerste goal moeten we op onze benen blijven staan aan de zijkant. Glijden we gewoon. Dan komt er een voorzet, staat helemaal vrij. Ja, de tweede is denk ik persoonlijke fout, de korte terugspelbal. En de derde staat hij ook helemaal vrij. Ja, ik geloof niet, op dat vlak niet in pech. Je zet het om naar de 3-1, dubbele wissel. Hè, en uiteindelijk Lars van Wetering er ook nog bij. Creëren we een paar mogelijkheden. Ja, een beetje mazzel moet je dan hebben. Maar ja, wat je zegt daar geloof ik... Nee. Kijk, wat ik wel vind, en daar moeten we altijd naar blijven kijken. Wat doen we dan niet goed? Ik vond wel de tweede helft, als wij voor een voorzet gaven... hadden we echt de bezetting op en rond de 16 was gewoon echt matig. En daar maken we afspraken over. En dan maken spelers keuzes die, dat helpt niet. Nee. Want iedere keer als die bal op de 16 is, dan konden we niet afronden. En B, kon je 60 meter terug. Ja. Maar weet je, voetbal is ook details. Kijk, we komen 2-1 achter. En volgens mij net daarvoor krijgt Stef een mega kans, die kopbal. En binnen 2 minuten ligt hij aan de andere kant erin. Ja. Maar dan moet het inderdaad een beetje mee. We maken 3-2, goede goal. Ja. Ja, onderaan de streep doen we het onszelf een beetje aan. Ja, zou je ook voor Sparta Nijkerk kunnen zeggen, die eigenlijk een soort uitcomplex hebben, wat ze nu een beetje loslaten. Het is een gek spelletje. Maar daar kan ik toch helemaal geen reet mee. Onderaan de streep hebben wij gewoon 75 minuten het goed tot redelijk goed gedaan. Maar in die kwartier dat we niet thuis geven, leggen we eraf. Ja. En of ze nou bij ons uitwinnen of niet, dat ligt aan onszelf. Natuurlijk doen zij ook een aantal dingen goed. Maar we hadden vandaag gewoon niet hoeven te verliezen. Ja. Nou, we zijn bijna op de helft van de competitie. Volgende week gaan we nog naar Staphorst. Ja, dat zou wel heel lekker zijn voor de winterstop dat we daar nog met 3 punten weggaan. En iets kunnen klimmen nog, hopelijk. Snap ik. Maar na vandaag, deze is gewoon vervelend. Ja. Natuurlijk, volgende week moet ik hem goed afsluiten. Maar vandaag is vandaag. En die trainen. Gefeliciteerd, Sparta Nijkerk. Maar zij hebben altijd dingen goed gedaan. Maar we hebben er vooral aan meegeholpen.